Kunst Almelo organiseert inderdaad in de komende anderhalve maand een fotowedstrijd. Speciaal voor 12 tot 18-jarigen, dus voor de jongeren in Almelo en omgeving. En de fotowedstrijd is eigenlijk uitgeschreven en bedacht met het idee om jongeren de kans te geven om met kunst in aanraking te komen. Maar tegelijkertijd ook de jongeren aan te sporen om zelf kritisch na te denken, te kijken van wat zij nou echt kunst vinden. En of ze het eens zijn met de geldende regels rondom kunst. Is er ook een thema aan de fotowedstrijd? We hebben inderdaad ook een thema aan de fotowedstrijd gegeven. Het thema in dit geval is de vraag, is dit kunst? Om ook inderdaad jongeren na te laten denken van, is dit kunst? Vind ik het kunst? Of vinden andere mensen dit kunst en ben ik het daarmee eens? Nee. Om mee te doen aan de fotowedstrijd is gewoon simpelweg een foto nodig. Dit kan gewoon met een mobiel, kan met een kleine camera, kan met een professionele camera. Wel zijn er een paar eisen aan de kwaliteit van de foto, maar bij een gemiddelde mobielere camera, mobiele telefoon haal je die eisen. Het hoofddoel van de fotowedstrijd is om gewoon lekker bezig te zijn met kunst. Om gewoon ook op een andere manier naar de wereld te kijken, ook een stukje kritisch te zijn daarin. En eigenlijk ja, gewoon de creativiteit ook te ontwikkelen. Dat is gewoon belangrijk, lekker bezig zijn met foto, met video, maar ook gewoon met schilderkunst. In dit geval is de fotowedstrijd. Maar op die manier proberen we inderdaad ook wat jonge mensen ja, een beetje bezig te laten gaan met kunst in plaats van veel andere dingen. Zijn er ook mooie prijzen te winnen dan? We hebben inderdaad voor de winnaars van de fotowedstrijd hebben wij een eerste, tweede en een derde prijs. Dat zijn in dit geval alle drie geldprijzen. De eerste prijs wint €150, de tweede prijs is €100 en de derde prijs is €50. Wanneer deelnemers de foto insturen, dat kan gewoon naar het algemene mailadres, dan kiest een jury bestaande uit mezelf, de Almeloze fotograaf Hans Bouma en een andere suppost Jitty. Wij zijn de jury, wij kiezen de drie, vier beste foto's uit. En die hangen we hier op. En de 17e november, wat zondagmiddag, wordt de prijsuitreiking georganiseerd. Dan worden de winnaars natuurlijk uitgenodigd om een prijs in ontvangst te nemen. Je maakt een fotootje, mail hem, kan gewoon vanaf je mobiel. Ja, en je weet nooit, misschien win je wel gewoon die prijs. Dus ja, meedoen loont altijd. Gewoon puur om het feit dat het al leuk is. Je doet mee aan een wedstrijd, ook voor Almelo, ik ben met kunst bezig. Ja. En misschien is jouw foto in jouw ogen wel van moi, maar denken wij, ja, dit is kunst. Daar gaat het om. Is het kunst? Misschien wel. We gaan het zien.